Ik vond dat van mezelf wel goed, in de zin dat een familie van mij, waar ik al op voorhand bezig zat, koop goud, of koop zilver, dat die toch meer waren verloren. Want ja, die mensen hebben dus de helft in aandelen. Hè. En dan zit al minstens min 25% verloren in 2008. Hè. Minstens. Hè. Dus ik had maar 10% verloren. Ik vond dat eigenlijk vrij goed. En vooral vele goeroes. Hè. Ik had mijn aandelen toevertrouwd aan Poeplava. En die was maar over inflatie bezig en over mining companies. Ik ben de helft verloren ermee. Dus, en dat was niet de enige. Er zijn veel goeroes 50% van hun kapitaal verloren in 2008. Dus ik vond eigenlijk dat ik dat nog goed gedaan had ten opzichte van die mensen. Maar langs de andere kant was ik weer geld verloren. Dus dan ben ik mijn blog begonnen. Waarom? Omdat ik dacht van eigenlijk kan ik hier wel iets bieden van waarde. En waarschijnlijk ook omdat mijn probleem nog altijd niet was opgelost. Hoe kun je nu in godsnaam goed beleggen? Ja? Maar ik geloofde nog altijd toen ik die blog begon dat de kunst was van de juiste activa te kiezen. Ja? Zoals Mark Faber zei, zorg dat je goed weet waar dat de economie naartoe gaat, wat dat serieus is ondergewaardeerd vandaag, koop dat en je zit waarschijnlijk goed. Dus was ik mij volop aan het focussen op de helden, mijn goeroes, die niet gefaald waren. En dat was Roland van Damme, Mike Shadlock, Hugh Hendry en Mark Faber. En eigenlijk zijn die nog altijd wel helden van mij, maar ik begin toch wel wat schrik te krijgen als ik mijn geld weer daarin steek, dat ik morgen weer iets verloren ben. Dus ik neem ze met een korrel zout, maar ik moet wel zeggen, Roland van Damme, die man heeft dus wel een gigantisch rendement gehaald. Hè. Dus de dotcom-crisis, niks verloren. En de kredietcrisis, niks verloren. Ah jawel, 7% verloren. Maar dat was heel goed van hem, want het jaar daarop heeft hij meer al 30%. En het jaar daarvoor had hij ook goed. Zijn rendement is dus 300-400% sinds 1999, sinds dat ik ook begonnen ben. Hij heeft 300%, ik heb 0%. Dus knap. Mike Shadlock heeft gescoord tijdens de kredietcrisis omdat hij deflatie verwachtte en geen inflatie. En omdat zij dus gewet hebben op staatsobligaties. Hetzelfde met Hugh Hendry. Die heeft 30%, dat is een van de beste rendementen, in 2008 gehaald. Omdat hij zo slim was van in begin 2008 te zien van ho, die grondstoffen beginnen hier te dalen. Hè. En ik ga hier niet op een zinkend schip blijven zitten. Hij heeft dus discipline, hij gebruikt technische analyse. En hij is eruit gesprongen, hij heeft gezegd... En hij verwachtte ook niet dat goud ging exploderen, maar hij verwachtte wel dat die staatsobligaties gingen exploderen. Want de eerste veilige haven voor mensen zijn staatsobligaties. En inderdaad, dat is ook gebeurd in 2008. Ze zijn gelopen naar die staatsobligaties, dat was de beste investering. En Mark Faber was zo slim van iedereen te zeggen, short de markten en ga gewoon naar cash. Dus die heeft dat heel goed gedaan. Dus daarom ben ik beginnen schrijven over die mensen en... Vooral, wat denken zij dat je vandaag moet doen? Hè? Maar er was wel een probleem. Van mijn helden hadden ze niet allemaal dezelfde mening. Van Damme, Roland van Damme, zei dat er serieuze inflatie kwam. Terwijl Hugh Hendry zei dat er eigenlijk serieuze deflatie kwam. En het grote verschil is dat bij een inflatie moeten goud hebben. Maar bij een deflatie moeten die staatsobligaties hebben... Toch, zolang dat de rentevoeten dalen. En tot nu toe is dat wel het geval. Tenzij natuurlijk met staten die dreigen failliet te gaan, zoals bij Griekenland. Dan is dat weer geen goed idee. Maar bon, Hendry is wel, heeft gescoord met staatsobligaties. En zijn stelling was in 2009, ja, de beurzen gaan terug omhoog en zo, maar ik geloof er niks van. Straks crash je terug en ga ik nog eens veel geld verdienen met die staatsobligaties. Terwijl Van Damme zegt, staatsobligaties is een ramp. Blijf er ver weg van. Dus ja, wat moet ik dan doen? Het is wel zo dat ik door die blog, als ik artikels schrijf, dan begin ik toch wel meer na te denken over die dingen. En ik moet wel zeggen dat ik gevallen ben voor die deflatietheorie. Want er wordt constant gezegd, er wordt geld geprint, dus we gaan inflatie krijgen. Maar er is nog een andere kracht ook die werkt. En dat is namelijk, wat gebeurt er tijdens welvaart? Wat is er gebeurd sinds na de oorlog? De waarderingen zijn gestegen van alles. En het maffe daaraan is dat dat ook geldcreatie is vanuit het niets, dat we allemaal samen doen. Ja?
als ik met u overeenkom dat dat bedrijf dat wij samen hebben opgericht meer waard is, dan is er opeens waarde gecreëerd uit het niets. Als ik de prijs omhoog bied tegen iemand anders van één huis, stijgen alle huizen in waarde. Uit het niets. Ja? En wat gebeurt er? En dus, fiat geld is ook wel het geval. Ze zitten constant bij te printen. Er is elk jaar wel, ook tijdens periodes van welvaart, 2-3% minstens inflatie. Maar die oorzaak van de inflatie komt niet van dat geld printen. Dat is een detail. De oorzaak van deflatie komt van de waarderingen die stijgen. Wij zijn de geldcreators. Ja? En dat is heel belangrijk. Want je kunt dat ook zien aan het geld. Je hebt geld en je hebt dus echt geld, het groene, de euro's. En dan heb je de leningen daarboven en zo, hè, en de activa. M3 is bijvoorbeeld is de totale geldsupply. Maar je ziet dat het aantal leningen bij de bank veel sneller stijgt dan het geld. Het geld is van 1 tot 1000 gestegen, maar het aantal leningen is van 1 tot 10.000 gestegen. Ja? En het is die leningen die gecreëerd zijn door ons. Omdat we zaken hoger waarderen en dan komen daar leningen, dan gaan mensen dat ook willen kopen en dan gaan ze een grotere lening aan. Tijdens depressie gebeurt net het omgekeerde. Mensen gaan alles anders gaan waarderen. Dus in plaats van alles op 100 te zetten, zeggen ze, eigenlijk is dat maar 10 waard. Hè? Dat huis. En eigenlijk die aandelen ook. En eigenlijk die obligaties ook. En die kunst ook. Dat is eigenlijk allemaal veel minder waard. En wat gebeurt er? Opeens verdwijnt er ongelooflijk veel welvaart in het niets. Het was uit niets gekomen en het verdwijnt terug in het niets. En wat gebeurt er dan? Het gevolg is natuurlijk veel banken gaan failliet, want die hebben al die leningen gegeven aan die bedrijven, particulieren, om al die prachtige zaken te kopen. En het blijkt dat het eigenlijk waardeloos is, dat ze failliet gaan, of dat het huis niet zoveel waard is, dat de lening niet kan terugbetaald worden. En dan heb je natuurlijk de bail-outs. De regering redt de banken en ze gaan geld printen en gewoon uitdelen aan die banken. Maar de vraag is, gaan ze genoeg printen? Want die deflatiekracht is veel groter dan die inflatiekracht van printen. Ja? Dus het is goed mogelijk dat ze, desondanks dat ze printen, dat toch de deflatiegolf blijft. Ja? En je ziet dat vandaag de dag, dat dus het aantal geld, ja, de M1, dus de currency, hè, die gaat omhoog. Ze zitten daar serieus te printen. Maar de M3, de totale hoeveelheid geld met de leningen erbij en de spaarrekening, daalt. Dus dat is gevaarlijk. Wat betreft uw geld, welke invloed heeft dat? In Japan in de jaren 90 is er een grote crash gebeurd. Eigenlijk hebben zij, wij hebben in de jaren 80, 90 een boom gehad in aandelen, maar zij hebben in de jaren 80 een dubbele boom gehad. En dus ze hebben ook een snellere crash gehad. In de jaren 90 zijn aandelen beginnen zakken, op 10 jaar, met 4% per jaar, inflatie erbij 5%. Dus koopkrachtverlies van 40%. Het probleem was, Japan zat niet in de wereld van vandaag, maar in de wereld van de jaren 90. En mensen in het Westen waren heel gelukkig met dotcom-aandelen en hadden geen goud nodig. Dus goud daalde wereldwijd in prijs. Ja? En dus een Japanse belegger die had beslist, van, die zelf had gezien van, joh, die aandelen gaan hier serieus crashen, hè? Dat gaat hier serieus omhoog en dat gaat waarschijnlijk zakken. Ik ga wat goud kopen. Was eraan voor de moeite. Want op 10 jaar tijd was zijn koopkracht ook daar gehalveerd. Eigenlijk de enige redding was van obligaties te kopen, dat uw koopkracht toen toenemen met 77%. En cash had uw koopkracht toen toenemen met 20%. Maar het probleem is, zie, Yu Chendri die zegt van, dat gaan we krijgen. Ja, we gaan Japan krijgen. De beste investering worden die lange termijn staatsgebalans is of cash. Maar het is ook waar dat het inderdaad anders kan lopen, zoals IJsland in 2008. Wat dat dus die inflationisten als Van Damme en Mark Faber zeggen, is dat die munt opeens keihard gaat devalueren, de euro dan bij ons, en dat een serieus probleem is, want de prijzen gaan stijgen, de inflatie serieus gaat stijgen. En dus dan moeten we wel degelijk goud hebben. Dus wat is er in IJsland gebeurd in 2008? De aandelen zijn compleet weggezakt
90% eraf, schiet niks over. Obligaties heeft een normaal rendement, cash ook. Maar goud heeft daar 180%. Dat is een verdrievoudiging. Hoe komt dat? Want bij ons in euro's was het maar 10%. Maar dat komt omdat de munt compleet was waardeloos geworden. Op 1 jaar tijd. Omdat dus de markten heeft beslist van joh, wij vertrouwen die Estlanders voor geen haar mijn geld. Ze hebben al die banken overgenomen en we moeten eigenlijk die kroon niet meer hebben. Verkopen. Dus die kroon is volledig weggezakt. Waardoor dat de kroon minder waard werd en dus de inflatie omhoog, want IJsland importeert veel producten. En dus al die producten werden opeens veel duurder. Een tv maal 2, hè? Een koelkast maal 3, een auto ook. Dat is enorme inflatie. En alleen goud heeft een fantastisch rendement in kronen, maar is gewoon hetzelfde gebleven. Het is gewoon de kroon die is weggezakt. En dus alleen goud zou je gered hebben. Dus dat kan ook. Maar ik wist het wel niet wat ik moest kiezen. Want als ik het foute kies, heb ik weer verloren. Als je bijvoorbeeld de sukkelaar bent die zegt van na de Golden 60s, van ja, die aandelen zijn zwaar omhoog gegaan, ik ga mij ook eens in obligaties storten in de jaren 70, voilà, 30% verloren. Als je dan zegt begin jaren 80, weet je wat? Die inflatie hier die in de jaren 70 is begonnen, dat gaat nog veel verder gaan. De dollar is juist losgekoppeld van goud en ze zitten hier, ze blijven printen. Weet je wat? Ik ga in goud. Weer de helft van je koopkracht verloren 10 jaar later. En als je dan nog eens zegt in de jaren 90, ja, ik ben nu de helft verloren, ik ga nu wel blijven zitten, want het zal waarschijnlijk binnenkort terug omhoog gaan, dan zijn er nog eens de helft verloren 10 jaar later. Dus de verkeerde keuze. En je kunt je hele kapitaal, en het maakt dus niet uit met hoeveel dat je begint, maar wel gedeeld door 5 na 30 jaar passief investeren, gewoon door 3 foute beslissingen te nemen.